aanvankelijke plannen die waren ingediend door de ontwikkelaar, dat betrof een plan van 110 woningen. Maar dat is te massaal gebleken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat tot 2040 55 woningen, rond de 55 woningen, is niet helemaal met een schaartje te knippen, maar dat is wel het richtgetal waar we van uitgaan wat gerealiseerd kan worden in Heemweg tot 2040. Maar voordat er gebouwd gaat worden, moet de bestemming van de grond veranderen. Het is nu nog agrarische glastuinbouw. En als we dat om willen zetten naar wonen, dan hebben we daarbij de provincie nodig. De provincie die moet daar toestemming voor verlenen. En de provincie verleent alleen toestemming als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. En een van die voorwaarden is onder andere dat er 30% sociale huurwoningen gebouwd moeten worden binnen het project. En ook is de gemeente afhankelijk van de projectontwikkelaar. Er zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld, waaronder het aantal sociaal waaraan voldaan moet worden. De ontsluiting waaraan voldaan moet worden, moeten twee, sprake zijn van twee ontsluitingen. En zo zijn er een aantal de randvoorwaarden waar een ontwikkelaar aan moet voldoen. En daar gaan we nu mee in gesprek om te kijken of dat voor hen kan leiden tot een uitvoerbaar plan. En uiteindelijk tot een overeenkomst met de gemeente om die ontwikkeling in gang te gaan zetten. De onderhandelingen zijn eigenlijk al begonnen. En het is natuurlijk altijd ongewis wanneer die onderhandelingen afgerond kunnen worden. Ook de gesprekken met de provincie lopen al. We streven ernaar om begin volgend jaar een voorontwerp bestemmingsplan te hebben. De nieuwe woningen moeten bijdragen aan de levendigheid van het dorp. Er is veel geïnvesteerd om een brede buurtschool op te zetten in Heemweg. En dan is het natuurlijk ook wel de bedoeling dat daar kinderen naartoe komen. En dat het een levendige kern blijft. En de vergrijzing toch wat een halt wordt toegeroepen in die zin. Dat we toch ook jonge mensen in Heemweg graag een plek willen geven.